Zijn gratis spelen we dit. Normal, denk ik. Want sommige mensen zeggen van met level 5 hakte ik ze zomaar in de pan. Andere mensen zeggen van als je niet met level weet ik het 9 of zo daar langs komt, dan heb je weet ik niet hoeveel gemist. Ik weet het allemaal niet meer. Nou, we kunnen even terug bij je, misschien ook helemaal naar het begin, toch? Ik bedoel. Ja, ik ben benieuwd of we die gasten mee kunnen nemen, die onze nieuwe sidekicks. Oh ja, trouwens, ja, dat is wel. Dan gaan we daar gewoon met iedereen verslaan de rest van de dingen. Ja, dat is wel een beetje apart. Heb je niet nog een save game daarvoor? Vast wel. Ik heb super veel save games. Schijf vol met save games. Ja, ik wil ook niet weten hoe groot het nu is, namelijk. Ik zit. Return. Ik zit even te kijken hoe het zit met die. Finally beat game burn, period, ik zal met on hem. Ja, inderdaad, wat je zegt, tegenstrijdige berichten. Ja, ik heb niet één ding waarvan zeg van, oh ja, dat moeten we dan doen en dan kunnen we verder. Anders dan, ja, beter voorbereid zijn, beter respect, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die gastjes willen overal met mij naartoe lopen trouwens. Nou, ik zou zeggen, dan gaan we die krokodil aanvallen. Kijken, waar zit die knakker? Die zat hier beneden, toch? Ja, helemaal bij het strand. Dus als de Amaria weer terug gaan. Misschien wel snel. Maar wat we die teleporter voorpakken? Ja, Sanctuary. Ja. Jumpscare. Oh, wat? Hallo! Party members can't follow through dangerous surfaces or other obstacles. Clear the way and they will follow you again. Understood. Oké, dus nou staan ze. Aan de andere kant van de wereld zo. Je mag niet teleporten of zo. Huh? Gasten zijn nooit meer. Ik weet niet waar ze nou zijn trouwens, maar. We hebben ze nooit meer teruggevonden. Ja, zo heel hulpvol waren ze ook weer niet. Ik ga weer terug naar die Hollow Marshes en dan rennen we naar beneden. Zitten wij. We komen allebei van de andere kant. Oh, hier staan die knakkers nog. Oh wel. Ja. Oké. Okay. Dat zie ik dan niet op de kaart. Dat is een beetje vervelend. Snap ik, ja. Ja, super weinig armor ook, muts. Ik moet echt armor. Een beter outfit hebben. Het schiet voor een meter op. Ik heb YouTube filmpjes zitten kijken. Nou, die gaan alles al. Die had echt armors en allemaal spells en potions en pijlen en weet ik het allemaal. Ik denk van, hoe heeft hij dat allemaal bij elkaar zitten sprokkelen? Ja, daarom. Nou, dus hier stonden de drie salamanders, had je het over, toch? Ben je nou langs geweest of? Nee, ik ben naar die Amadeus dinges geweest en ik kom nou van de andere kant af. Ja, die gasten zijn opeens. Die baaien er straks doorheen. Oh, oké, okay, die snappen het nou. Die zijn opeens weg. Nee, ja, die staan nog bij mij. Ik hoor ze al aan. Kijk hoor, ja. Ik ga weer naar die Amadeus toe, dan kom ik jouw kant op. Ik dacht dat het dichtst bij was. Ja, als je dit zo ziet, er zijn level 6 en wij zijn ook level 6. Ja. Ziet er op zich wel uit alsof we dat aankunnen. Maar... Ga stappen nogal volgens mij. Die moeten allemaal extra gaan uitvreten. Stond er nou boven ook zo'n beest dan of niet? Volgens mij zijn het er drie of zo. Ja, ik zie er maar eentje nou.
Ja, als we deze... Ik ga even op onderzoek uit. Zijn alle gasten gekloopt volgens mij zo? Maar die doen mij na. Nee, jij bent gekloopt. Die staat hier. Oh, ik ben toevallig gewoon ook een bosje. Fire and poison kunnen ze allemaal tegen. Dus dat wordt wat. Kunnen we niet kiten, die gasten? Ja. Kunnen we misschien teleporten? Ja, dat zou kunnen. Dat kan ik wel even doen. Ja, dat vind ik een goeie. Zo, hoppakee, save erop. Ik zie trouwens nog steeds maar twee. Als we een mooie save game tree gaan maken, dan zien we dat alles gewoon een of ander om alle kanten op splitten. Ja. Oh, hier staat die andere. Ja, ja. Ja. Ja, dat moet ook wel. Moet wel lukken, toch? Ik hoef helemaal niet sneak, volgens mij. Deze is ook fire poison 50-50. Allemaal fire poison 50-50. Er zijn er vier, hebben we dus. Oh, die is dood. Oh. Oké, okay, nou, posities innemen. Oh, niet verder ja, vallen. Die Ivan, die, ik heb dan nog steeds nog met die crossbow aanstaan. Ja. Maar ja, ik kan misschien beter gewoon stunlock een beetje die beesten. Ja, misschien is dat beter. Ik ga even proberen. Ja, ik ga nu even die teleport proberen, maar... Ik denk wel dat we de stunlock nodig hebben, dus ik denk dat jij beter gewoon met... Dat we al jouw armen nodig hebben van je shield, zo ongeveer. Ik ben al bezig. Nou. Welk wapen had ik ook alweer erbij? Moet hier aan een andere gasten geven of zo? Ja. Waar was dit hem? Oh, ik moet, mijn muts moet dichterbij gaan staan. Oh, ik heb al een betere shield. Als ik zo doe, kan ik hem wel zien? Nee, ja, nee. Niet. Ja. Kan ik ergens heen rennen met haar? We zijn met zessen, toch? Dat is moeilijker. Oké, daar gaan we. Komt die bal. Maar dan krijgen we iedereen waarschijnlijk op een gegeven moment, hè? Dus dan moeten we deze gewoon insta killen. Maar moet ik hem neergooien tussen jou en die rooi in? Ja. Oh, jij gaat nog even lopen. Nee, zullen maar eens. Het komt goed. Maar dan weet ik. Ik moet eventjes mijn karakter even goed neerzetten nog. Een andere. Ik ga lekker hier staan. Zo. Dan komen die hier, dan pluk ik hem hier neer. Ja. Mooi, nog eens even. Oké. Okay. En mijn hekel om stappen overnieuw te doen. 3, 2, 1. Kort die bal. Tada. Hij is wel direct aan de beurt. Ik kan dat weer dan. Oh, hij is aan de beurt. Gelukkig lopen ze niet zo hard. Hij is niet. Ja, ik ga met die mensen rennen, denk ik. Holy shit, daar ging al warmer. Ja. Ik kan nog iets doen. Nou, ik kan rennen, dat kan ook. Ah, ja. Yeah. Dat hebben we ook, natuurlijk, hè. Oké, Een mooi gemaakt beest, trouwens. Ah, er zit een soort... Ja, die shader die geeft een soort glam mee. Ja. Doen we de ice tegen. Ik kan poison hebben, dus dat schiet niet op. Ik ga het laten regenen hier, oh. Ga ik de boel bevriezen zometeen. Hij is ook niet goed tegen water en air, trouwens. Echt, ik kan hij niks aanlopen. Ja, ga ik nog slaan of wat? Nee, dat was hem. Ik ben nog een beetje te buffen hier. Ja, thanks for the turn, hè? Hij is straks niet als eerste aan de beurt.
Ik kan ook die wolf hier al even neerzetten. Ja, doe maar even, ja. Maar die andere, die is poison natuurlijk. Nou, laat die gasten maar bezig, daar wel bezig houden. Iets meer tijd nodig om deze knakker om zeep te helpen. Ik weet niet of hij blijft staan dan. Nou, dat zal misschien wel. Zo, dat is toch wel lekker hoor. Ja, ik hoop dat... Ja, ik heb een speciaal skill dat iedereen mij aan wil vallen, maar... Dat is een beetje te overdreven, denk ik. Ten eerste, dit beest, die heeft geen armen meer, zo is die. Zo, dan hebben we die alvast in de bag. Kut, ik moet wel die aanzetten natuurlijk. Zo, en dan... Heeft hij nog... Ja, nog magic armor, heeft hij nog wel. Nou, doe gewoon meeleeën. Maar één punt over. En dan zeg ik... Zo, voor het geval dat hij gaat lopen. Ja, ik kan hem ook wel even stunnen. Oh ja, kun je nu stunnen natuurlijk. Misschien moeten we die even stunnen. Oh fuck, dat had ik ook moeten doen. Moet je niet in de fik steken. Dat je hem kunnen sparen voor die andere die eraan kwam. Maar ik heb meerdere. Zo, get a quit. Zo, die doen een hoop damage. Huh? Ik vind 46 per hit, man. Oh ja, daar ben ik weer. Mooi. Dan help ik deze op zeep. Maar het regent het niet meer. Ik snap trouwens niet Kut. Hoe dat werkt trouwens met die... Als je iemand killt, krijg je dan altijd 2 action points terug? Of... Nee, jij alleen. Sorry, nee, jongens. Is dat een skill of zo? Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, dat is die perkers heb je dat. Van die, die kill huppel de pup zo. Ik heb de boel lopen verklooien, gozer. Ja, ben je nou maar bezig. Die gasten hebben 8 HP. Ja. Niet, niet meer vol. Ja, ik kan niks doen. Ik kan alleen bijten. Ik kan lopen, dan ga ik ook dood. Nou, ja, was dat hem? Ja, je moet, je moet even een stapje even uit die dingen gaan staan. Ja, want... Ziet er niet heel dood uit. Hè. Ja, dan ga ik pas door de poison heen straks. Dan laat ze maar naar ons toe komen dan. Kan je niet, turn achter schuiven? Wat komt er zo meteen tevoorschijn eigenlijk? Kijk eens in de queue, wat staat erin? Ja, we zijn nou al te laat. Ik heb al één turn gelopen. Wat is die donkere gozer in de queue? Ben je... Zal ik nou eens in? Oh, deze. En dan heb ik nog één turn. Dan ga ik hem looten. Ik kan net met één turn. Hè. Ik kijk mezelf naar achter. Ja hoor, moet ik het oplossen. Ja, ik heb zo meteen zo'n teleport attack nog, dus die bewaar ik dan wel voor dan. En ga ik ook naar achteren. Ik heb maar niet echt iets te doen. Die gasten zijn fire, dus het heeft niet zoveel nut om die in de fik te steken. De andere heeft cooldown en de andere moet lopen. Dus ja. Nee, ik was uit hem daar, ja. Ik kan wel wat. Ja, ik ga mijn poppetje zo hier neerzetten. Grap gewoon zo'n ding zo. Magic armor. Dat is echt een super gaaf attack ook gewoon, man.
Ja. Nou, doe ik wel dit. Zie je voor bleeding. Nou, dat scheelt. Kut. Dat is mooi geweest. Nou, bewaak voor de volgende ronde. Heb turn. Dugan die doet zijn magic. Dat heb ik goed gegokt, ik kom ook achter die dingen. Nu moet jij het ontgelden. Ze gaan allemaal achter die, die muts aan. Ja, die is wel een speciaal skill, lijkt het. Is dit precies de goeie, maar. Dit aardig wat. Kost hem wat dingen in ieder geval. Magic armor. Zo, met z'n zes. Ik kan ze terug laten gaan. Dat is ook wel handig. Nee, dan moet ik eerst dichtbij staan. Nee. Met z'n zes is toch wel makkelijker dan met z'n vier. Ja. Dat is zeker waar. Nou, nu gaat die hond er zeker weten aan. Maar die hond kan je toch wel weer hier. Nee, ja, dat kost mijn source point. Dus het. Ja, mooi even source erbij. Grappig zo meteen weer. Zo, wat is dat? My father. Papa. Ja, maar het is wel fijn, want dan doet hij die crown geblest en dan komt die, loopt dit monster er doorheen en komt die HP erbij. Maar inderdaad, papa. Dan heb ik wel de verkeerde. Zo, heerlijk. Eén action point om niks te doen. Wat kan deze doen? Ik heb het over. Die is eerst aan de beurt. Ja. Nu ook gewoon die. Ja, deze wil kijken wat dat. Die heb ik nog nooit geprobeerd. Mooi, die. Die moet to sleeping. Nou, daar ging mijn punt. Hartstikke mooi. Dat moeten we weten ook. Stond het erbij? Ja. En hij staat ook immunity to taunted. Terwijl hij net wel. Ik maak eerst. Oh, die ene gast, die andere die is niet. In. Hey, waar de fuck is mijn flurry? His character has no talents. Even kijken hoor. Goed, Krijg je 1 en ook nog damage? Dat staat eigenlijk iemand wel een beetje in de weg. Voilà, ik denk niet dat dit meer echt een probleem wordt nog. Nou, denk ik ook niet. Heb ik nog een punt? En dit dan? Ja, oké, ik kan niks doen. Waar had hij dat opeens vandaan dan? Echt multitalent. Gaat hij nou straks de pijp uit? Gewoon? Of niet? Oh nee, op de. Ik kijk hem even naar achter. Oh. Ja, elke avond die ik nu doe, die. Dan komt de poison op de grond en zo, dat soort dingen. Oké. Nou, die kerban die lost het al op. Ik denk ik. Essence. Hey, is dat een mooie amulet? Echt? Maar niks. Lag ik nog ergens een lijk op de grond? Ja, heel veel. Another giant. Oh. Hey, hij probeert toch wel over het vuur heen te lopen. Yes, but that is no reason for it.
We need only follow in its beat. Nee, nee, ik neem die, die dingen eerst wel mee. Dead Seeker, een tand. Nee, laat die tand maar lekker liggen. Nou, waarom hebben ze allemaal tanden? Dit spel kennende doet ook nog een keer iets met een tand. Dan kan je vast combineren met iets anders. Ja. Dark Pearl. Nou, kunnen we mooi patsen en Earth Essence. Ja, achter zit nog een secret passage. Ja, daar zaten wapens in toe volgens mij. Oh. Die Red Prince wil nou niet What strange witchery is this? Ik wil wel stiekem open zitten maken. Ziet er wel een beetje funky uit. Ik heb waarom collect je niet, Buds? Ja, ik heb hetzelfde probleem. Groep daar is too far away. Let's do this! Zit hier nog ergens een kist of zo ergens? Oh ja, ja. Hoppakee, nog een keer 2500 erbij. The Vault of Brackus Rex. Oh, er zitten hier misschien wel dikke wapens in natuurlijk. Ja, die was wel iets mee, die Dark Cavern. Maar ja, die quests die kunnen we allemaal niet meer inleveren, al die mensen al pleit zijn. Nou ja. Die Soul Jar, die zou hier ook moeten liggen. Maar ja. Oh. Wat is dit? Zal ik met hem praten? Nee. Wat? Oh, wat dan? Dat is meer mijn soort. Oh ja, nou ja, ik kan nou hij ging uit zichzelf praten. You're cute when you think anyone should take you seriously. Give them my regards. Until we meet again, Daddy. Okay. Okay. Ja, wat makkelijk dit maakt, hè. Hey, hey you. Let me see what you've got under there. Ja, maar ik ben go on. Altijd warm. Pekka. Althans, ik was altijd warm. Ik ben weer warm. Bij mij gaat het anders, moet je kijken. Oh. Oké. Okay. Ja, die bovenste maar. Why are you still speaking? If there was a cave to explore, how awkward. See, the thing is, just stop. No one cares what you have to say. Still opening that mouth of yours, are you? Careful with that. I quite like the look of it. Zo, doe dat wel. How awkward. See, the thing is, just stop. No one cares what you have to say. Until next time. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dat is wel een beetje part dit. Die, ga je even met hem praten? You look like hell. Ja, je denkt het. En dan gaan we zeggen wat. Eens kijken wat hij allemaal heeft. Het heeft helemaal niks gedaan. Oh. Zat er wat in die kistjes? Nee. Ja, een frozen spel. Waardoor je verloren zou moeten worden. Het ding is aardig groot natuurlijk, dus wie weet. Ik zal dat ding even naar beneden halen, die krat. Ook niks in. Is dit voor magic on drain by you? Ja, daarachter zit alle shit. Kan niet. Oh ja, kijk dan hoeveel het ligt. Gold pile. Dat zou kijken. Allemaal wel nep zijn. Maar. Nou, kunnen we die hoe gaan we dit weghalen, dit ding? We kunnen hem aanvallen, misschien dat hij de... Die cave nog veel meer zit, man.
Meer wegen. Dan komen we daar binnen. Moet je misschien toch naar beneden? Ooh, an illusion. Toch wel. Ik stond op minimap. Nou, hier kunnen we ook naar beneden. Dan ren ik hier wel eerst heen. Nou, verwachten we hier... Oh, hier zit nog wel wat in. Wat is empty bot, die, wat goed. Die tromdooi die vindt niet zo leuk. Zit het klaar? Nou, hij wil mij afhalen. Hij heeft ook een vriendje meegenomen. Bijna boog. Oh ja, dat is mezelf. Dat kan ik niet aan. Nou, doe. Oh ja, nog eentje. Hij was pas het laatste in de queue. Wat level zijn het eigenlijk? Level 5. Nou, het zou officieel moeten kunnen. Alsof ze het weten of zo. Ja. Waarom gaat die gast daar staan? Maar zij is ook super squishy, want ze heeft praktisch geen armen aan. Nou ja, ik moet het allemaal achteraan lopen. Niet. Oh nee, ja, ik kan natuurlijk op de Q. Dat had ik beter kunnen doen. Nou ja, fuck it. Gewoon slopen die gast. Ik daar eigenlijk heen. Nee, is er weer weg. Nee, wacht. Hey! Stomme zak, hoi. Want ik wou delay turn doen, maar dat kan nu natuurlijk niet. Nee. Moet je wel direct beslissen. Ah. Is heel weird dit, want ik kan nu echt helemaal niks meer klikken gewoon. Okay. Want ik drukte, ik deed die power dig aan. Ja. Flash sacrifice, deed ik op delay turn. Ja. Dus waarschijnlijk denkt hij van, oh, hij heeft de turn gedelayed, dus ik heb geen functie meer ofzo, maar... Oh, nu? Nou. We gaan nou in één keer verder. Ja, dat is apart. Maar nu is die andere ook verder gegaan. Ja, nu heb ik haar ook geskipt. Ja. Nou ja, het zijn zo. Kijk dan, die schiet echt met een... Boogjes precies overheen. Ja, zo gaat die doek hem wel pijp uit. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hadden we die gast even moeten hier nou eerst misschien? Nee. Was het niet volledig geld? Denk ik wel, hè. Nog een mogelijkheid om dat te doen? Yeah. Die. En die zetten we lekkertjes. Vlak bij mij neer. Hupsakee. Hallo. Dan heb ik er nog eentje en dan kan ik zeggen... Die. Zo niet. Ja. Dan zullen we alle drie wel de pijp uit maken. Hij heeft net al zijn shield weer terug zitten krijgen. Dat is niet de bedoeling. Lukken. Gaan zien. Yeah.
Very nice. Nou, die is uit de picture in ieder geval. Oké, okay, weer. Ja. Als ik. Zit op een andere bar, waarom? Ik weet het niet. Die is drie. Oh, frek! Ik heb nu gewoon mijn hele bar staat helemaal vol met punten. I like that. Even kijken hoor, dan schudden we 1 attack 2 AP. Voor deze. En doen we lekker nog een keer attacken. Ja, dit nou. Hij wil toch wel. Ja, gast. Blijf die fucking doegen, hè? Maar als goed, kreeg hij weer HP de 33 erbij net. Ja, ja, maar. Maar dat is de tweede turn, dit, dus krijgt hij zometeen niet meer, denk ik. Maar dan moet hij. Dan wil ze hem graag hebben. Krijgt hij nou HP erbij? Jou kennen de wel. Weet je dat? Ja, ja, een beetje kamer. Oh ja. Kun je geen potion naar die gast toe gooien? Moet ik nog een keer knocken dan? Oh, nice, die hadden ook. Het is wel heel apart dat hoe dat travelt. Ja, een mooi plakje. Deze maar. Deze maar. Oh ja, dan mag ik nog een keer. Haha. Nee, en dan kan ik eigenlijk niks doen. Die gasten net buiten range. Deze komt er. Path is interrupted. Oh, maar die gaan ze boven. Kan, misschien moet je die doeken. Die doeken gaan. Ja. Gaan we gaan protecten. Ja. Met shield. Naast staan. Ik denk dat die anderen naar beneden komen redden, namelijk. Dat voel ik ook. Oké. Dan ben je. Ja, we hebben eigenlijk alleen die gast nog. Die beneden kunnen lopen. In zijn voet. Kan dat? Ik kan dit niet in zijn voet raken. Ik doe iets dichterbij. Ik heb nog een turn, hè, de volgende keer. Oh, kut, ik heb, dat is mij. Dat is mijn eentje. Oh, dat is goed. Als ik hier ga staan dan. Ja, dat is hem. Hups, oké. Doe ik het. Ik ga weer in line of fire staan. Omdat hij het fucking leuk vindt. Gast! Echt niet normaal. Nee, 18 HP. Ik kan die ene gast niet doen. Ik kan hem nog niet healen. Ik doe nog 2 beurten. Ah, die doe ik niet altijd wel. Hè. Ik kan hem blessen, misschien. Chilled. Kijk. Gaat super chill, man. Chilled. Ik had Vitality op die gasten moeten, die undead moeten casten. Dat is het probleem opgelost geweest. Ah. Werkt dat? Ja, dat is wel. Weet je zeker? Weet je zeker dat het damage doet? Alles van. Nee, we hadden inderdaad wel alsnog weer actie geweest. Die hebben de kill. Nee, toch niet. Ja, ik kan echt geen doen behalve dan erheen lopen. Oh, ik kan van wapen wisselen. Althans, het kost 2 extra points, denk ik. Oh nee, eentje. Dat is toch ook raar? Nee, maar niet. Welke ga ik nou raken? Ah, ja. Een keurtje.
Ja, pak de knakker maar aan, hè. Ja, ik weet niet of ik het haal op deze manier. Haha! Ja, maar dan kan ik weer teruglopen. Is dat geen nut? Ik denk wel dat hij doodgaat. Nou, we zullen zien. Doei! Ja! Nou, en level up. Wat wil je nou meer? En een schatkist. Waar de fuck gaat die heen? Oh nee, die rent daar heen. Is die Doeken weer geheeld? Ja, die Doeken hier is weer helemaal geheeld. Nou, we maken die schatkist open. Jaha, dat had je kunnen verwachten. En daar is hij weer. Nou, heb jij weer te miepen? Nou, het zet ons een beetje alleen een beetje uit te lagen. Lullig. We gaan straks wel kijken wat we kunnen. Er zit echt niks in? Nee, er zit niks in die schatkist. Het is gewoon een valse strik. Heb je nog wel een rat lopen trouwens? Oh ja. Verderop. En hier beneden? Was er niks gebleven? Nee. Was een, die twee kisten waren ook leeg. Ja, zat ik zin. Waar zit die rat dan? Nee, dat is verder waar rat liep. Oh, ja, toch? Loopt toch al. Oh, daar! Ja. Zullen we aanvallen? But it's a riddle, isn't it? A conundrum. What's it? You'll have to solve. I thought you looked clueless, right? Thing is, it's about the letters, isn't it? One for each thing. Easy. Yeah, sure. Great. Hope you don't die. Yeah, you're good, are you? Thought as much. Well, nice to meet you too. Rude thing. Okay, it's better like this. Boven een afschatkist. Ja, het wordt ook een battle, ja. Denk ik. Ik ben hier al stunt, omdat ik ook blijkbaar ergens in stond. In een trap. Nou, jullie ook. Of die anderen ook. Even wachten. Kunnen we examinen? Resistance, poison, fatality, well-worn chest. Ja, dit schijnt dat hij nog een keer... Ja, tuurlijk. Maar we kunnen natuurlijk... We moeten het proberen. We gaan alle traps aanraken die we hebben. Oh, er zit wel wat in. Ja hoor. Hey, een dikke shield voor jullie. Ik neem goud mee. Jullie mogen die idee die Death Scroll hebben. Hoe zou die vraag de kist die allemaal neer dan? Ze er geen fuck mee doen. Oh, daar hebben we. Wacht, ja, het is er helemaal achterin staan nog een kistje. Nou, certain death. Oh, een hoop centjes en een oil flask. Amai. Maar niet die soul jar. Nee, het staat achterin, hè? Soul jar heb ik al zien staan. Het staat achter die. Staat op zo'n pedestal daar al. Daarom moet je niet. Helemaal aan het begin. In de dingen zo. Ja, oh. achter die muren vlak. Nou, daar gaan we. Ja, dit is een huis dan denk ik zo. Wat traps zullen hier liggen. Ja, wel toe aan twee nieuwe wapens ofzo. Kijk, ze meteen denken, zou er niet hier iets zitten waar we kunnen verpatsen?
dit als ik deze deur op doe? Oh, poisoned. Oh nee. Thanks for the fish. Even mij healen. Wat mogen we eigenlijk doen aan punten? We mogen alleen combat abilities en attributes doen. Daar gaan we pas straks aan klikken. Je kan met die gast in het midden praten en dan kunnen de deuren open gaan. Maar dan wordt het waarschijnlijk battled. Crafting Bible. Zo, oh, daar zijn vrij veel recipes. Er aardig wat bestek op tafel wat vrij veel geld waard is. Zullen we gaan mee graven? Ik heb er nog alleen geleerd aan. Oh, Radius Scroll, Favorable Wind, Shock Touch, Teleport. Teleport Scroll. Oh, die is wel handig. Dan hebben we Air Essence verder en... Dat is wel handig om te maken. Ik ga even in de spiegel kijken. See yourself in the mirror. It's quite a sight. Ik ga er lekker bij zitten. Ik ga gewoon deze deur openmaken wat staat hoor. Ja, lukt dat? Nou, durf het aan. Dus. Plus 1 geomancer. Ik denk dat ik die eventjes aan die muts geef. Volgens mij nog geen ring om. Dat is niet een hele goeie. Zou hij nu? Gaan we met die gast gaan praten dan? Vraag je van you come to find you come to search and you won't find the way. You want to continue, zei hij. Nou, wacht even. Oké. I cannot help you. I only give the questions. I do not answer. Brachus has willed it. Tromp Noe must abide. You have met the unfortunate guardian of this vault. Judge him with a forgiving heart. Fate has been unkind to him. Do you wish to move forward? You see yourself in the mirror. Ja, zo doen. Move forward. Listen closely. Ja, ik heb nu ja gedaan. Oké. Luister je mee? Oh, ja. Krijg je nu een riddel. Yes. Brachus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some even call him a cur. A cur is. Ja? Moet je het googlen of... Ja, het lijkt allemaal op elkaar, toch? Ja, af. Was iets met die letters of zo, was het, daar gaat hij het over. Ja, zoiets. Dus hij is bloody rotten, even very awful. Dus hij is very awful fellow. Very awful rotten, dat weet ik veel. Ja, ze zeggen very bloody awful. Ik weet wel, doe maar wat. Ga gewoon van de eerste beginnen. Either you're very good at guessing or the slightest bit better. Let's find out for certain. Listen closely and make your attempt. Nou, dit was dus wel in de volgorde waar hij het ook op zei, volgens mij, toch? Ja, maar ik ga op 7 en dan gaan we lekker verder. A source is a scourge, a devil, a misery, a blight, a hex, a curse. And yet, the cure is... Ja, hoe moet je die letters interpreteren dan? Ja.
Nou, dus het is een SDMBH. Ja, je zit daar de eerste inderdaad te kijken, maar is dat goed? Ik veel. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar cure is dus 4 letters, toch niet? Ja. Ja, dus dat die tweede moeten wezen. En Scourge, dat zijn ook 2, 4, 6 letters. Dus S-O-U-R-E-C-E. Dat is dus Scourge, Devil, Miss. En dan Cure is dus de ene laatste. Dat is dus dan Hex. En de U van Source is de derde. Dat is dan Misery. Ja, dat klopt. Is de vierde in Source. En dat is dus... vierde is Blight. En dan zal die E is dan de laatste en dat is Curse. Ja, dat is de middelste. Ja, ik had gewoon gegokt van Source 6 letters. Hij noemt 6 dingen op, Curse 4 letters. En ik kies gewoon even 4 dingen. Ja, maar het komt ook wel precies overeen. Dus dat is nu nog moeilijker doen. Ja, de middelste. Perhaps you're not totally incapable after all. Or maybe Trompdoy told you the answers, is that it? Is he hoping you'll... It doesn't matter in any case. The path is open. Go freely. I know little. But you have proven yourself a knowing traveler. I will answer what I can. Brachus Rex discovered the way. This he researched here, upon this isle. He could remove the source from any creature or individual. I saw the stars he used myself. They were most impressive. Brachus Rex has charged him, tried him, convicted and punished him. I know not the crime, but he has been sentenced to remain in this vault for all time. And to prevent others from entering. Trompdoy was and is a creative man. He knew petty magic in his day, but this he has used to carve this place out from a simple vault, myself included. Oh. Is dat nog een level up? Oh, jij liep achter of zo. Oh, die ene mus liep achter je. Ja, ik dacht, hoe kan dit nou? Super snel level up gaan. Nou, nice lead aan. Komen we er wel. Ja, weer een valse... Kunnen we daar ook in? Kan hij teleporten? Ah. Nou, niet te pakken. Nee, die bus staat precies... Oh, we zijn nou met z'n vieren. Mis? Oké, okay. Even nieuws. Even kijken, ik ga jou gewoon... Doe schrik, ik ga jou gewoon restoren. Ja, die ja. Hey, veel damage. Nou, daar horen we van. En dan de volgende beurt gaat er nog even vanavond in de volgende beurt. Nog twee beurten. Dat is wel... jou... Ik heb hier staan, uit range bij die andere knakken. Uit range bij jou, doe maar. Ik ga zitten alleen maar te buffen, de valse kramen. Ik wou zeggen, als er weer die fucking Dugan eraan gaat, dan Je moet altijd die Dugan hebben. Ik heb een ander wapen nog geselecteerd. Oh, ik kan hem gewoon raken in de teen. Noem dat maar. Zoals een curve shot staat. Ja, anders moet ik gaan staan. Zo, kijk, doe ik die. Ik pak. Ik denk dat ik deze wel pak. Dugan, ik ga Dugan protecten. Nou, er is ook nog eentje, dus invisible ergens. Mm-hmm.
Even kijken. Ik heb er nog steeds niet erbij. Ik ga eerst mijn dingen openen. Ik ben nu klaar mee. Laat die wapens verwisseld hebben natuurlijk. Vandaar. Zo heel irritant. Nou, hij is in ieder geval te knokken straks. Ja. Ja, alleen die Red Prince kan het doen nou nog maar. Zal ik het direct maar proberen dan? Ik weet niet of, hij staat achter een muurtje. Ik weet ja, niet nee, doe maar niet. Ik kom wel aardig om. Zeker. Hij kan range heeft. Het heeft super veel range. Dus ik kan beetje hoger staan. Dan word ik wel gehakt waarschijnlijk. Nou, toch niet. Haha. Heb je eerst nog geraakt dan? Ja, maar die armen volgens mij nog, hè? Daar is niks van afgaan. Target is out of sight. Ja hoor. Sorry, Dubin. Kijk, ik kan je nog een fix teken. Doe die gast aan, nee, je hebt geen source points meer, natuurlijk. I sent something nearby. Oh. Oh nee, dat is gewoon die invisible gast. Dat voorspel dan. Hij is meteen cursed. Ja, 41 damage op papa. Oké, hoeveel mag je dat doen? Straks van een pan gehaakt hier ook nou. Ik sta hier wel veilig trouwens hierboven. Ik weet niet hoe door heb, maar. Ja, jij wel. Dus even kijken. Ik doe gewoon. Weet die. Nee, wacht even. Gaan we hier staan? Zeg dan jou. Die. Even ditje. Zo. Dan word ik gewoon terug. Hupskei. Hij is die andere knak die soort zit er nog een Jerry Generation op. Die is bijna dood aan de andere kant. Oh, ik dacht dat hij wat ging doen. Maar niet echt. Waarom is die ene cursed, die knakker beneden? Permanent, die is ook een permanent cursed. Ik vind die leuk. Nicely done. Ja. Hij is gewoon vier keer in zijn teen geraakt. Ik vind die niet leuk, blijkbaar. Dat is verstandig. Ga ik dan. Nou. Dat is blocked, waarom? Je kan ook gewoon ernaast klikken, hè? Als het niet werkt, kan je ook gewoon... Dat is wel handig. Eens even kijken. Ga ik die doen? Ja. Eerst... We gaan langzaam zijn armen wegchoppen. Ja, daar staat die fucking knade in de weg, hè? Als ik ernaast ga staan, dan weet ik dus niet of ik hem kan slaan. Toch wat. Nee, ik mag hem niet slaan. Het kost me 8 extra points om helemaal om te lopen. Ja. Target out of sight. Wat de fuck ga de kant, flappo. Moet ik raken dan? Deze skill. Nee, dan heb ik hem geraakt. Dat is wel een mooi wapen als ik hier sta. Ga je naar midden dan? Echt? Oeh.
Pak hem, Dugan. Nou, die heeft opeens poison. Komt hij daar nu aan? Waarom heeft hij zo weinig health daar, die ene gast? Die heeft 12. Is hij niet even kwijt bij? Is undead? Nee, daar ga ik geen poison op gooien. Dan laat ik dat er maar niet doen dan, hè? Dat is verstandig. Ik ga deze even doen bij mezelf. Ben ik straks fuck, denk ik. Ik kan niet die ene gast de hoek pakken. Die? Ja, maar misschien doet het zo blij. Hij kan, ik heb een poison. Nee, ik kan niet. Ik ga nog heen. Zo, precies om het hoekje. Hoppakee. Ga staan wel lekker in de weg daar. Nee, hak hem in de pan. Ja, dat heb meer dan. Kunnen we die gast niet gewoon blessen? Hij is cursed, toch? Ja, als ik dat zou kunnen, maar ik heb geen source points meer. Gaat redelijk snel met die gasten. Heeft hij nog... dit is magic armor, dat is jammer. Drie en vijf. Drie om er te komen. Nou, laat maar doen dan. Je punt over. Niks aan, maar. Ja, ik ken nog steeds geen reet. Wacht. Ja, ik heb gewoon een area of effect. Moet je onder fortify, dat is dan allemaal. Buurt. Points. Gooi hem gewoon weg. Tihi. Ga je maar één, man. Ik ga jou pakken. Ja, hè. Nu is de beer los. Blijft die kerban er natuurlijk gewoon staan straks. Ja. Maar, dat zou me ook niks verbazen, ook moet eerlijk zijn. Just to piss you off. Waar daar zit hij. Ja. Kijk, die gaan ze niet raken aan de overkant. Ja, die target is out of sight, maar ik kan wel. Nee, het kost mij te veel action points om. Ja, dat is twee turns toch? Ja, ik kan dit niet zien. Dugan, die gaat hem wel pakken, denk ik, straks. Dat is één. Gaat Dugan met alle kills ervoor. Ja, dat zou je zo dat zou je dit zien, natuurlijk. Ja, en die Kerbin, die heeft die andere gast al gekillt. Ah. Ja, ik heb hier precies hetzelfde probleem. Je hebt geen pijlenboog. Switch de pijlenboog en pakken. Nou, ik kan trouwens wel raken met een... Ha, ga ik jou kill. Hey, twee pijlen dingen erbij. Hup, waarom is die andere pijl uitgegaan dan? Omdat die Echt flauw idee. Had een status effect of zo. Ik vind het wel bijzonder dat we elke keer onze HP er praktisch voorbij krijgen. Ja, zonder dat je hoeft te slapen. Nou, behalve dit vrouwtje bij mij, die heeft me niet gedaan. Daar hebben we bij tukken, zo, oké. Boven.
I'm in the X. Nou, trap maar omhoog. Ja? Zijn er bijna, denk ik. Je hebt eigenlijk die source jar gevonden, toch? Ja, hij zit hier achter. Kijk, als je doorscrollt helemaal naar achter, staat hij bovenop. Er zijn meerdere source jars trouwens. Ja. Hé, hey, waar gaat die gast heen? Ik wel, waar gaat die? Die die ging er door. Sir Laura. Ze hebben mij hier nog voor. Ja, toen hebben we die weg. Je laat mij ook gewoon voor, gaan we zeggen. Nee, ik ben al dood. That's plenty. Maar. Nou, wat doen we met dat geld? Pak wat je pak aan. Ja, ik ga het toch oppakken. Dat is natuurlijk allemaal cursed, denk ik. 106 maar, kijk hoe groot stapel daar ligt. Purging Wand, hier daar hebben we weer een. Supernova skillbook, dat is volgens mij vuur. Ik heb een unidentified wand. Ah, laat maar even zitten dan. Small thunder. I pray this goes well. Blade. I'd hate to think what'd come of Leia if we don't pull this. Ik wil het meerdeel van het geld hier aan deze kant liggen. Even kijken. Identify. Van mij weer. Die knaap die wil weer met mij. Nou, luister je mee of? Ja, ik luister mee. Verder gaan. He trembles and seems to shudder with a quiet sob. Ah, I'm cursed, you know. Bloody Bracchus bound me here to protect his vault. He has my soul in that jar just there, and I can't leave without it. As long as the jar stays unbroken, I can never truly die. Nou, ik wil eens weten wat ik gedaan heb. I don't rightly know. This was the Source King's way. Befriend you, then destroy you. I was a fool to expect I'd be an exception. His favor was intoxicating. That's no excuse, but it is the reason. Nou, zullen we gaan meehelpen? Nou, laat me doen. Really? You would? He drops to his knees before you and grabs onto your feet with both hands, head hanging. Thank you. Okay, oh! Dan krijg ik een dikke reward. Ja, wat voor reward krijg je? Fine light leggings. Die iets beter is dan wat ik heb. Zakelijk physical. Een full metal coat. Jij wil armor hebben. Ja. Het is wel we hebben wel 11 strength nodig. Ja, dat is lekker handig. Dat heb ik al gekozen. Wat als we die dingen. Oh nee, dat kan ik nog wel listen. Op naar je. Nightbane 12, een wand die 10 tot 12 doet. Kijk die combo. En nog een staff die 16 tot 21 air doet. Het zijn echt helemaal niks. Nee, je hoeft geen staff of een wand te hebben. Nee. Dan This jar glitters and glows. From within you, distance of laughter. Haste scroll, een helm krijg ik, een small room. En wat geld. Je er wat geld in die dingen. Ja, had jij al de rest van die kisten geloofd? Ja, ik had die kisten, ik had ook al iets naar jou toegestuurd. Oh, deze. Nee, geld. Maar else heb ik ook niet allemaal gehad. Ja, deel, die moet jij even pakken, want volgens mij kun jij die gebruiken. Purging Wand? Dat is het boek, Supernova. Een boek. Nou, de Supernova heb ik al. Oké. Okay. Daar zit nog geld voor jou en kun jij wel doen. Oh, die wand hebben we ook natuurlijk. Nee, die heb ik speciaal voor jou laten liggen. Oh. Die Soul Jar, moet je die meenemen? Of, ja, ik wil die ene Soul Jar, wil ik eventjes aanraken. Nou, jij hebt die Purging Wand. Hoi. It hums with inner source. Necromancer Tempsie. This jar glitters and with a jerk. Your mind Greek? Is pulled to a scene in a tavern. Gratiana. You see a dwarf in the center of the room. Wie was die Gratiana ook weer? Was dat niet die flip
die vrouw in de zombies who are slavishly serving food and drink. Ik heb een verhaal als ik op een van die dingen klik. Ik luister mee. The door opens and a tall, beautiful woman stalks into the room. She's flanked by heavily armed guards. You can't make out. The dwarf mutters a word and the undead lurch towards the intruder, but are cut down like wheat. The dwarf tries to run, pushing her friends into the woman's path, but is grabbed before she can escape. As she's dragged away to a tower, you hear her cursing Bracchus Rex and his whore. Even when she's thrown inside and the door sealed, you can still hear her shouts. You pull your hand away from the jar, your head swimming. You can feel the dwarf's cold terror still throbbing in your bones. Oh, dit is wel interessant. Now? Fuck it. Just a moment. Source swirls around you and then, with a whisper, it cascades into your body. You feel light as the power of the universe fills your being. You feel your spirit jolt, and for a heartbeat, you're looking through other eyes. You see a dungeon and a table shared with two other skeletons before you collapse. Don't. When you open your eyes, you're back in your old body, senses buzzing with newly found source power. Ooh. Okay. Hey, waar is Eva? Wat, Waarom heb ik een uitroepteken boven mijn hoofd staan? Ja, dat vraag ik me ook af. Wat is dit? Wat is er gebeurd? We found Cretiana Solskjaer. Nou, die kunnen we meenemen natuurlijk. Ik neem die, neem jij die Cretiana Solskjaer mee? Dan neem ik hier die, Rask Solskjaer mee. The jar on the plinth before you seems aimed. Oh, well, ik ga er steeds wel even met jou mee. The soul jar rocks slightly, light flashing from underneath its lid. On its rim, you can just barely make out the name. As soon as you touch the jar's cracked surface, you see a vision of splendor, silks, fine food, and decadent lechery. But underneath it all lies bone and blood. The vision shifts. You see burning villages, slaughtered women and children. You see her, purging wand in hand, standing amongst it all. She shows her die purging wand niet zo straks gebruiken bij die, bij die andere knakkers. And you see a large weeping face. She reaches out as if to comfort her. Yeah. Bracchus drags her back. You see her fall into the mire of the swamp, trapped. As you pull your hand away, you can feel a deep longing sadness in your soul. Is it regret, or just sadness for a life that used to be? Moeten we nou die... Ja, deze moeten we meenemen volgens mij. Good find. Oké, wat gebeurt er? The terrible vision fades. Oh, wat? Waar moeten we nu allemaal reageren, ja? Ben ik wel. Gratiana used the pain and death of others for her pleasure. She should be damned until the end of time. Man, ik ken die hele mensen niet. Ik weet niet meer wie die Gratiana was. Is dat, Ja, dit is dat een mens die zeg maar in die Alexander. Nee, hoe heet dat ook weer? Ja, Maria's hubblepub. Ja, volgens mij een van die leiders, toch? Ja. Ja. She murdered children. She cannot be forgiven. Wow. However her life began, it ended well. No one should be damned because of their youth. Nou, dit is 50-50. Ja, dat weet je genoeg. Dus dan moet je soldier nou wel of niet kapot slaan, dat is ook mee te vragen. Ja, nou, ik ga deze meenemen. Ik heb mijn inventory natuurlijk bijna vol, dus... Ja, dat is soldier. The pictogram spin to life, and you're dragged into a dream. You see the lizards of the ancient empire turning their backs on you, casting you out into the wilderness. As you roam, the human apes turn away from you, all but one.
One smiles, one opens his arms, one says he'll take you home. Bracchus Rex. He promises power for a price. He picks off your golden scales, one by one, stripping you down to the bone. He promised you a crown, but all you try to fight, try to reclaim what's yours, but a woman takes you by the hand and leads you to... He promised he'd take me home, you cry. You are home, she smiles as she sees your hand drops away from the soul jar, your bones tingling. In the back of your mind, you hear a small, scared voice whimper before fading to nothing. Nee, waarom mee? Voor het geval dat. Ja, dan kunnen we weer praten trouwens, hè? Ja. Echt? He committed his crimes out of pain, not malice. He ought to be forgiven. One can't help but have a bit of sympathy. Who wouldn't want to return to their home? What he did shames his people. Dat is weer 50-50. Motherfuckers. Nou, dat is wel een interessant spel dit. Hier nou weer kaarsje kan ik doen. The deity's head and hands are missing, severed as if by a sword. You can't tell if this was meant to be symbolic something. Dan was maar weer nu, alles gaat er niet. Ja, het zou goed kunnen. Nou. Nou, vet. Ja, die Soul Jar, die moeten we weer inleveren, maar ja. Ja, dat kan pas na de battle. Ja. Nou, we zijn nu wel level up natuurlijk. We zijn zeker level up. Ja, kunnen we nou die battle aan dan? Denk je? Ja, wat is eigenlijk met mijn masker gebeurd? Oh. Goed. Zo, daar ben ik weer. Beter van harde safe doen. Twintig uur, jongens, staat de teller alweer op. Ja, dat hard. Bovenop die bordes, die kunnen we volgens mij nog wel looten. Tand, moet jij een tand hebben? Shinies! Ja, ben je nu aan het levelen? Nee, ik ben niet meer. Inventory aan het opschonen. Oké. Okay. Ik heb nog wel een Magister's Breastplate over, dat je Strength 11 hebt. Ja, dat heb ik denk ik wel. Ik heb ook nog een... helm. Over. Ja, die kan ik helaas niet zo goed gebruiken. Nou, dus naar wie zou ik dat sturen? Die helm ook niet. Ik zal eens kijken of ik hier binnen kan komen. Misschien ga ik wel hartstikke dood nu hoor. Heb je al gesaved trouwens na de hele baan? Ja, net gesaved. Well, that doesn't look ominous at all. Ik sta nu binnen bij die I think I'll stay off that particular device. No? Bij die waar je souls moest voor inleveren. Oh, oké. Okay. Ja, de soul over dacht je, dus dan doen we hem maar. Nee, ten boven teleport. Ik heb nog geen deur gebruikt. It stuck fast. Nu vindt hij allerlei traps. Oh, de historie staat hier in de fik. Oh, die kunnen we redden.
Oh, waarom gaat hij zeven? Dat deed ik niet. It's stuck fast. We need something to prise it open. Iets gedaan, iets besloten. Ik ga niet attacken. En we gaan via de andere kant naar binnen komen dus. Of via deze teleport, maar daar kan ik niet bij. Kentridge. Oh, je hebt allemaal shit lopen geven. Nee, alleen maar één armor. Als de soldier. Dat boek gaan we mooi verpatsen. Ik heb allemaal super veel keys, maar ik weet geen fuck wat ik me daarmee moet gaan doen. Je moet boter mee insmeren, dan krijg je een lockpick. Ja, maar die heb ik niet nodig. Dan krijg ze beter jou even. Ja, ik heb ook allerlei sleutels en lockpicks. Ik doe ze bijna nooit. Ruby. In totaal hebben we nu wel opzet, toch niet? Opzet alweer 2400. Ja. Tenminste, de 2000 is voor jou, maar... Er komt nog meer bij, want ik zit nog alles, al mijn wares te selecteren die straks op pad gaan worden. Ik heb nog een teddybeer, zal die teddybeer ook maar verkopen? Ik weet niet ik daarmee... Ik weet ook niet. Wat heb. Zal ik die Magic's Crossbow voor jou verpatsen? Je hebt het ook niet meer nodig, hè? Nee, ik heb stick in de crossbows. Die V-schippen die bewaren wel. Oké, die gaan weg. Oh, die frostcrawl moeten we bewaren. Of we daar ergens mee kunnen mixen. Oh ja, die moet... Ja, teleporteren we naar een van die krakers toe, naar een van die merchants. En dan gaan we daar gewoon... die pressplate. Ja, stoppen we ermee. Ja, ik denk dat dat wel een goeie is. Zoek die even equippen. Maar je hebt natuurlijk niet genoeg strength. Ik heb trouwens ook een knockdown arrow. Handig. Nee, die Magic's breastplate, daar kan ik op dit moment toch niet zoveel mee. Nou, wat ze dan? Schedel voor 60 goud, ga ik ook gewoon verkopen. Ik weet niet wie daar 60 goud voor over heeft, maar... Het is wel handig is om een schedel te hebben. Als je geen schedel hebt, is het misschien wel handig om wel om eentje te kopen. Nou. Animal hide, jouw ook naar wares. Sharp rocks. Dat weet ik niet. Nog elke keer met zo'n 60 ton oesbarrel bij te sjouwen. Ik heb trouwens nog twee lege potion bottles. Misschien wil je die hebben? Wat zou ik die? Oh ja, die heb ik nu ook drie van. Ja, stuur me door. Ik heb ook... je kan ook potion dingen maken zelf, hè? Gewoon healing potions. Ja, anders moet je dat maar doen. Want ik heb zelf ook nog drie, dus dan... Ik heb alleen een poisonous toadstool heb ik mee en een... Forest. Healing powers. Ja, volgens mij kan ik wel eentje maken. Maar ik zal even opzoeken hoe dat werkt. Vijf kleine, small dingetjes. Volgens mij als ik twee samen kan voegen, dan krijg ik een groot of zo. Ja, maar wel.
als ik die mini-pakken daar nog een ding van maak, dan krijg ik dan een grotere. Nee. Als ik ook even mijn flesjes opruimen natuurlijk. Gebruik je wel eens die speciale arrows of niet? Of doe je er helemaal niks mee? Nee, bijna niet. Nee, het is iedere keer denk ik van ja, wat ik sowieso, ik heb niet zo heel vaak een crossbow, zeg maar. Ja, ik ga al die shit gewoon verpatsen. Weg ermee. Uit mijn inventory. Ja, je ziet mensen op YouTube wel veel dat gebruiken. Ik kan me ook wel haast voorstellen dat het wel super handig is om wel status effects aan mee te geven. In principe kan je die ook gratis maken, hè? Ik bedoel, als je gewoon een losse arrow hebt en die stop je in die poison barrel, dan... natuurlijk alweer gefixt. Alleen ja, moet je het wel doen. Ja, moet je het wel doen inderdaad. Die poison barrel, ja, oké. Die weg. Kijk, die. Waar in de tas dan? Shitload aan eten waar je niks mee doet. Ja, ik ga al die boeken ook verkopen. Tenminste, al die notes en die losse dingen die ik per ongeluk opgepakt heb in plaats van. Al die crafting bibles, ja, dat schiet ook voor een meter op. Teleporteer ik eventjes naar voor de toe was het. Hadden we in dat ene dorp, hadden we daar nog een... ja, die zijn allemaal weg. Nee, ik bedoel meer in die stad, die Fort Joy. Oh, dat bedoel je. Ja, nee, dat zou wel kunnen, denk ik. I only stop the precious wares, are they not? Wel geld voor terug hebben natuurlijk. Pants. In ieder geval weer een boek erbij die iets beter is weer. Okay. 23 armor. Heeft hij maar in die muts. Het zijn tenminste ook wat armor erbij. Hupsakee. Langzaam maar zeker komen we er wel. Die ga ik hier gewoon bij de dingen inzetten. Bij die teleport. Mooi. Hey, jij hier? Hm? Nee, ik zal het
word ik in hetzelfde plek waar jij staat. Offer all wares. Kijk, dat is pak van mijn hart. Zou ze daar bij die ene knak trouwens niet gewoon nog wel naar die merchant staan? Maar nee, ze zijn nu allemaal echt allemaal vertrokken. Nee, ze zijn in het schip zijn ze. Nou. Heeft hij 650 goud? Tjitjing. Hij staat toch gelijk in good standing. Dus dan krijg ik nog veel meer. Volgende keer. Wat? Echt? Ik moet nu straks altijd alles aan hem gaan verkopen. Ga eens kijken. Hadden we het al geprobeerd te blessen, die gasten? Ik heb 36% discount. The seeker gazes upward, right? Oh, Lucian, our divine smile upon your servant. May the Hall of Echoes embrace your mother. Oh, she slowly, reluctantly. Quiet! Lucian speaks to me. The seeker whimpers incoherently. The seeker's head twitches upwards as you approach. His eye. Maar Mother. The seeker musters a content smile. Ja, we gaan ermee stoppen. Au, au, au. Klopt dit nou wel? Waar is al het geld heen gegaan? Holy shit! Waarom ga ik nou in één keer dood? Ik had er toch 600 bij moeten krijgen, nou? Nou, heb je wel... Oh, what the fuck? Je hebt niet gedaan van de match... Okay. Ja, daarom sta ik natuurlijk zo in good standing. Ik heb 650 aan meuk, zeg maar, gewoon aan hem gegeven. Of kan dat niet? Hè? Ja, dat kan wel, want dat ben ik ook bijna een paar keer getrapt. Ik heb een save game van 10 minuten geleden. Oh, fucker, nou, graag. Dat is een hoop geld. 10 minuten, hè? lekker snugger bezig ook. Hij vraagt er niet van, weet je het zeker? Ja. Oh, geef gewoon al het geld wat je hebt, ja hoor. Ja, dan moet ik wel al die wares weer gaan selecteren. Ja, het is zoals het is, hè. Ja, dat doen we een andere keer wel. Maar ik heb het wel gehad. Sorry, jij bent ook al een meuk nog weer verkopen dan. Maar... Ja. Dan verpassen we wel een keer opnieuw. Ik ga er trouwens niet meer. Volgende keer moet ik ook nog weer allemaal level-up dingetjes doen. Ja, ik ook. Nou, weer kiezen. Hoe krijg je er eigenlijk een action point bij? Ik kan er 6 krijgen, blijkbaar, maximaal. Zit dat niet in... kan je dit niet met een van die skills doen? Weet ik niet, ik zal het opzoeken. Ja, ik moet mijn memory omhoog gooien. Dat moet ik gaan doen straks. Niet vergeten. Ik ga even tussen. Dan ga ik opzoeken. Wiki. Action points. Ik ga maar heel goed eerst heel goed lezen wat ik... wel een niet wil toevoegen. Ah, zo. Heel weinig informatie over. Initiative wits. Staat hier eens bij. Space 6, start action points 4, turn action points 4.
save up to for next turn action points. Daar waren we nooit in gedaan, hè? Nee, hoe werkt dat dan? Ja, weet ik niet. Het is van... You can save up unused action points from previous turns, but never more than this. Dat je maar een maximale... Interessant. Nou, wederom een save. Gaan we bed in. Zit erop. Je mag een lone wolf skill of wat ik. Dan krijg je nog twee action points erbij. Is dat zo? Ik weet niet hoe je erbij kan komen bij die talents. Ja. Ja. Even kijken, wat hebben we allemaal ook alweer? De pawn lijkt me wel een leuke, ja. How to get more action points. Blijkbaar niet. Oké. Ik heb gewoon geen action points erbij.